Ik heb voor de studie internationaal Lambda-Waterbeheer gekozen, omdat het de technische en sociale aspecten combineert en een internationaal karakter heeft. Ik zocht naar een opleiding die praktisch toepasbaar is, waarbij je iets leert over het klimaat en het milieu en waarmee je kan bijdragen aan de maatschappij. Ik heb gekozen voor Wageningen omdat er een open en gezellige sfeer hangt. Je kan bijvoorbeeld makkelijk in contact komen met je docenten. En daarnaast zit je ook met een kleine groep in college, waardoor je snel iedereen kent. Droogte en overstromingen en een slecht beheer van land en water leiden wereldwijd tot veel problemen. In onze opleiding combineer je kennis uit de sociale en de natuurwetenschappen om te komen tot integrale oplossingen. Bij internationaal land- en waterbeheer maak je bijvoorbeeld plannen om land en water beter te gebruiken. Je richt hierbij op de verschillende betrokken partijen en kijkt naar de gevolgen van eventuele ingrepen. Naast hoorcolleges volgen en in werkgroepen werken, doe je ook veel ervaring op tijdens excursies, practica en stages. Het eerste jaar is oriënterend. Hierin krijg je vooral vakken over bodem, land en water, maar ook sociologie en economie. En in het tweede jaar ga je hierin verder op verdiepen en specialiseren. En ga je bijvoorbeeld ook op een excursie naar Spanje of Creta. En aan het einde van het jaar leer je al deze vakken te combineren in een groot ontwerppracticum. Op onze excursie naar Spanje of Creta bezoek je projecten op het gebied van land- en watermanagement. Tijdens deze excursie zie je hoe onze kennis werkt in de praktijk. In het derde jaar heb je veel vrijheid om je eigen vakkenpakket samen te stellen. Ook doe je een onderzoek en stage in het buitenland. Mijn studiegenoten zitten nu bijvoorbeeld in Australië, Indonesië, Suriname en Ethiopië. Je kan de studie internationaal land- en waterbeheer doen als je een VWO-diploma hebt en wiskunde A of B en natuurkunde. Na het behalen van je bachelordiploma kun je doorstromen naar de aansluitende masteropleiding. Tijdens deze master volg je verdiepende vakken en werk je een half jaar aan een afstudeeronderzoek, vaak in het buitenland. Ik zelf zou later graag in het buitenland willen werken, als onderzoeker of als medewerker bij een project dat zich bijvoorbeeld richt op klimaatverandering of voedselzekerheid. Na je studie kun je in de hele wereld aan de slag. Zoals in Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Dit doe je dan als onderzoeker, beleidsmedewerker of consultant. Na deze opleiding wil ik ervoor zorgen dat er efficiënter wordt omgegaan met land en water. Vooral omdat er heel veel mensen direct afhankelijk van zijn.